Ja, dit zijn ze, de echte Mercedes'en van de oude stempel. Jaren 70, compromisloze auto bouwen zoals alleen maar Duitsers dat konden. En hier staat hij, 30 jaar oud. Hij heeft nog niet zoveel gelopen, maar hij is wel in een hele goede staat volgens mij. Nou, op dit moment maken we een proefrit met een Mercedes, een 300D uit 1980. Met een elektrisch bediend schuifdak en een achteraf ingebouwde airco. Het is de uitvoering met een automaat. Nou, de motor die loopt lekker. De automaat die schakelt ook mooi. Echte degelijke auto nog. Geen rammeltjes. Maar de automaatbak die giert heel lichtjes. Toen ze gestopt zijn met de productie van deze wagen, toen was die eigenlijk 100%. De kickdown die werkt ook feilloos. Echt nog een groot stuur in. Remmen en sturen doet hij ook perfect. Helemaal niks mis mee. Nou, mijn naam is Theo Kleinwoud en ongeveer een half jaar geleden heb ik deze auto gekocht. Na lang wikken en wegen ben ik toch naar een oldtimer overgegaan. En eerlijk gezegd, dat bevalt me prima. Hiervoor heb ik drie jaar in een Mercedes aangereden. Die heb ik nieuw gekocht. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het is toch eigenlijk wel erg leuk om in een oldtimer te gaan rijden. Dat is in het begin best wel spannend, van je koopt iets ouds en dan hoe zal dat blijven rijden. En tot heden toe vind ik het perfect rijden. Het is een heerlijk comfortabele auto. Nu voor de keuring voor Autoweek bij de TÜV. En dan ben ik erg benieuwd of hun eigenlijk tot dezelfde conclusie komen dat het een goede auto is. Ik ben erg benieuwd. Een keer gelast, zie je dat? Dat heb ik laten wassen. Oké. Was die de zeg maar de homokineet zelf was ook wat? Het was niet goed. Nee. Keringelijk, hè? Hier zit ik op omvorming, hè? Ja. Allemaal een beetje verdroogd. Deze is te hoog. Of 16, zie je dat? Hier heeft hij een keer de stiel gespoten. Maar ik zal hem dadelijk nog niet spuiten. Koelvloeistof is goed. Ruitensproei is goed. Ja, Henny, zulke oude auto's als deze hebben we niet zo heel vaak. Deze wordt zo te zien nogal vertroeteld. Dus het lijkt me niet dat daar al te veel aan gaat mankeren. Wat heb je gevonden? Nou, we hebben een hoop tactiel gevonden, want dat is er wel op aangebracht. Andere kleine dingetjes, de radiateur, die moet eigenlijk vervangen worden, want de lamellen zeg maar, die zijn allemaal verdwenen. De remvloeistof die dient vervangen te worden, daar zit meer dan 4% vocht in. Nou, en voor de rest, gewoon normale slijtage dingetjes, een beetje oliespoortjes, een motor, transmissie en aandrijving. Maar voor de rest is het een prima auto. Nou, zojuist de keuring hebben we gehad. De eerste opmerking van de monteur was van wat een ontzettend veel tactiel zit eronder. Nou, ik heb mezelf laten tactileren, dus ik ben blij dat hij dat had gezien. En voor de rest heeft hij eigenlijk maar één puntje gevonden. Nou, eigenlijk twee punten. De radiateur is niet goed meer. Die is wat gesleten en hij adviseerde die om te laten vervangen. Ik zal in ieder geval ook de komende tijd erg op de temperatuur van de motor letten, dat hij niet te hoog oploopt. En wat hem ook verwonderde is dat de remvloeistof te veel vocht in zat. Terwijl die werd afgeleverd, die auto werd mij verteld van er is een nieuwe remvloeistof ingegaan. Keurig netjes ook een sticker geplakt, nieuwe remvloeistof. En mag die na een half jaar niet te veel vocht bevatten. Dus dat bevreemd, maar ik ga er in ieder geval wat aan doen.